Dag iedereen, ik ben Loïc. Welkom terug in mijn café, in mijn studio. Dankjewel om te kijken. Wat ik vandaag eigenlijk wil doen, is tonen dat je met heel weinig ingrediënten en heel basis ingrediënten wel iets lekkers kunt maken. Ik heb gewoon nog wat dingen liggen, zoals deze ajuinen, gewone gele ajuinen, rode ajuinen en chalotten. Wat bloemen, een beetje yoghurt in de frigo, dus echt niet veel. Maar ik wil er toch iets lekkers van maken. Ik heb dus redelijk weinig... Wow. Nee, maar ik wist uiteraard dat die doos ging komen. Ik heb deze doos gekregen van Carrefour. Ze hebben een nieuwe campagne opgestart over hun bio-lijn, dus nieuwe biologische producten. En ze hebben mij gevraagd of ik die doos een keer wil open doen, zien wat erin zat en er misschien iets mee koken. Dus dat ga ik vandaag doen. Alle ingrediënten voor een betere wereld. Receptenboekje, dat hebben we nodig. Alles wat je moet weten over concrete acties Act for Food van Carrefour. We hebben allemaal recht op het allerbeste Carrefour. Dankjewel Carrefour om mij deze doos op te sturen. De dingen die eruit springen voor mij zijn kastanje champignons, olijfolie, de yoghurt en misschien een beetje honing. Met deze vier ga ik aan de slag. En nu het belangrijkste, de gerechten dat ik ga maken. Ik ga platbrood maken. Ik heb dat in het verleden al gemaakt met yoghurt en bloem. Maar ik ga twee verschillende toppings maken. Het ene met ajuinen, een beetje tijm, lekker zoet. En het andere met champignonnen, hardgebakken. Dus we gaan twee soorten platbrood hebben. En het is vegetarisch. Dat is ook niet slecht, hè. Beginnen met begin en dat is de ajuinen fijn snijden. Ajuinen kosten niks, dus dat is een heel handig ingrediënt als je bijvoorbeeld een beetje wilt sparen of minder geld wilt uitgeven aan eten. Vervolgens ga ik wat olijfolie in een warme pot doen en de ajuinen bakken. Het is echt belangrijk dat ze wat kleuren om meer smaakontwikkeling te hebben, zodat ze een beetje zoet worden, een beetje gekarameliseren. Gewoon lekkere gebakken ajuinen, je snapt het wel. En om smaak toe te voegen aan de ajuinen ga ik een beetje kruiden met peperzout, uiteraard, maar ook met een beetje tijm en laurier. En dan het deeg van het platbrood. Heel, heel gemakkelijk. Het basisrecept is 1 deel bloem, 1 deel yoghurt. Dus ik pak ongeveer 300 gram bloem, kruiden met een beetje peper, zout en komijnzaad, zodat er al wat smaak van binnen is. Dat is heel belangrijk. En dan dus yoghurt toevoegen. In dit geval heb ik gekozen voor magere yoghurt. Voor de simpele reden dat ik redelijk wat olijfolie gebruik in de rest. Dus als je volle yoghurt gebruikt, wordt het een vettige boel. Dus magere yoghurt in dit geval. En ik voeg dus ongeveer, je doet dat op zicht, 300 gram yoghurt toe aan de bloem. Je begint alles goed onder elkaar te mengen, een beetje te kneden. En de bedoeling is dat je een deeg hebt dat niet te hard plakt, maar dat uiteraard ook niet te droog is. Als het te droog is, voeg je nog een beetje yoghurt toe. Als het te nat is, voeg je nog een klein beetje bloem toe. Even recapituleren. Het deeg ligt te rusten, de ajuinen zijn aan het gaan. Dan rest er nu nog alleen maar de champignons. Hier deze kastanje champignons, die ga ik gewoon grof versnijden, willekeurige vorm, dat maakt allemaal niet uit. En die ga ik aanbakken in hete olijfolie. En waarom bakken? Dat gaat de champignons een korst geven, die gaan mooi bruin worden en dat gaat een intense smaak geven. Je wilt niet dat je champignonnetjes op een laag vuur liggen te sudderen in hun eigen vocht, dat is niet lekker. Ze moeten echt kleur hebben. En als de champignons goed gebakken zijn, ga ik ze kruiden met een beetje salie, fijn gehakte look, peper en zout. Alles goed onder elkaar mengen en laat dat maar een paar minuutjes gaan op een hoog vuur. Ik ga nu wat smaak toevoegen aan de ajuinen, klein beetje honing en blussen met rode wijnazijn om zo een beetje een zoet-zuur effect te krijgen. Dat is super, super lekker. De champignons die ga ik even blussen met wat room en die room laten inkoken zodat je een lekkere vaste paddenstoelenbereiding en je weet, champignons, room, look, peper, zout, salie, dat gaat gewoon lekker zijn, hè. Ondertussen heb ik voor het platbrood een grill heel warm laten worden. Heel belangrijk dat dat heel warm is. Je moet het vergelijken met een barbecue eigenlijk. Maar dus, het platbrood mag op de grill en ongeveer 3-4 minuten per kant bakken. Op een hoog vuur of tot als je zo die mooie markeringen hebt en dat je voelt dat het deeg gaar is. Het platbrood in stukken breken en dan afwerken met de ajuinen, met de paddenstoelen, klein beetje basilicum erover en olijfolie. En je hebt echt een mega lekker aperitief of een supergoed voorgerecht. Als je op YouTube aan het kijken bent, like, subscribe en klik op dat belletje zodat je op de hoogte bent van wanneer er nieuwe filmpjes online komen. Moest je op Facebook kijken, mocht je dat altijd delen met je vrienden, een comment laten, iemand taggen, whatever. Dankjewel, tot de volgende keer.